Goedemorgen allemaal, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Steven de Riemers. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren. Ja, ik heb een schoen vast, dat ik niet met mijn vingers kan doen. Dat ging bijna mijn beeldscherm. Ik ga nu trek vertrekken richting mijn dokter, want het is al na 9:30. En om 10:00 moet ik daar zijn. Dus ik ben inactief. En jawel, kijk eens. Omdat dat België zo goed heeft gespeeld gisteren, heb ik de Belgische drie kleuren aan. Voor hen toch nog te steunen naar de volgende wedstrijden toe. Wanneer dat de volgende wedstrijden zijn, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik ga het heel snel opzoeken. Belgisch voet. Bal. Zo koekel ik dat altijd. Dus even gaan kijken wanneer dat België terug moet spelen. Dat kan ik terug willen wat supporteren. En ik vond het ook wel leuk zo wat de beeldjes voor jullie via mijn gsm ook op te nemen. De 8e van de 10e maand moeten ze terug spelen tegen Nieuw-Zeeland. De 11e van de 10e maand tegen Engeland. Dus de 8e van de 10e maand om 9:15. En dan tegen Engeland, tegen België is om 6:00. Dus dat gaat ook nog perfect. Dus dan kan ik dat nog perfect volgen. Dan heb je nog de... Wacht hè. Kijk, even is alles eens gauw eens. Amai. Hij gaat al van sinds dat 2014 terug. Oh ja. Oké. Ik ben heel snel aan het kijken. Hier. België tegen Nieuw-Zeeland. De 8e van de 10e maand. Om 9:15. En dan de 11e van de 10e maand tegen Engeland, België. Om 6:00, IJsland tegen België. De 14e van de 10e maand, om 9:15 opnieuw. Dan België tegen Zwitserland, de 11e van de 11e, om 9:15. België tegen Engeland, de 15e november, om 9:15. België tegen Denemarken, 18 november, om 9:15. België tegen Rusland, de 12e, wacht hè, januari, februari, maart. April, mei, juni. Juni. Dus de 12e juni 2021 tegen Rusland om 9:00. Denemarken tegen België de 17e juni 2021 om 6:00. En dan tegen Finland tegen België de 21e juni om 9:00. Alle tijden zijn midden-Europese tijd. Dat ga ik ook wel even zeggen bij deze. Ik ga straks de vlog in elkaar steken en dan, ja. Maar nu ga ik wel zulke van vertrekken naar de dokter toe. Zelfs ben ik nog wel te laat. Maar ik heb wel jullie wel op de hoogte gehouden van de Belgische driekleur. Die hebben heel goed gespeeld. Echt waar, heel, heel, heel goed gespeeld. Dus even kijken als hier mijn portefeuille niet in zit. Nee. Heb ik dan alles? Ja. En dan ga ik zelfs ook nog wel eens even mijn hoofdjes er nog te doen hoor, naar de dokter. Echt, ik ben zo op. Ik ben echt op. Op, 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 alles op. Waar zijn de koekjes dan? Op, op. Waarom begin ik in Samson een keer te zingen? Dat is eigenlijk Marie. En Samson. Oppassen. Oppassen. Ik zeg. Dat is nog een wakker. Allee, op en aan de dokter. Go, 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 go. Op,
op. Oh, zo. Zie, ik heb dat liedje nu heel veel in mijn kop. Heb ik nog fanmail gekregen? Nee, ook niks van de postbode. Oké, dan ga ik zo even aan vertrekken. Amai, wat. Buiten is het goed. Buiten is het zeer goed. Ja, de mensen hebben gezegd dat ik zo eens moest beginnen te filmen. Oké, dan zal ik zo beginnen te filmen. Allee, op voor mijn tekenbeet. Mannig, het is toch wel niet gemakkelijk hoor, als je nog wat moe bent. En dan zo al dokterrijden, zoals morgens vroeg. Dat niet heb gegeten. Je moet echt nog altijd goed geconcentreerd zijn op de baan. Ben ik nu nog hoor. Dus geen angst. Wow, daar is maar pas groen. Ja, ik kan. Voilà, zeg. Ik ben dus onderweg naar de dokter. Hier bij de dokter aangekomen. Ik ga zo even wel filmen. Ik zit nu in de wachtkamer. Ik ga daar binnen niet filmen. Dat doe ik niet, omwille van praktische redenen. Ik ga dus bloed laten trekken voor mijn tekenbeet. Ik ben nog altijd zo moe als iets. Maar het komt allemaal goed, mensen en fans. En kijkers. Eigenlijk, namelijk. Kijkers en fans. Zo mensen, ik ben terug buiten bij de dokter. We hebben bloed getrokken. Morgen moet ik terug gaan om 6 uur. Voor de uitslag natuurlijk. Maar, morgen, tot hoe laat is dat hier? Ah, tot 12 uur maar. Oh, dan ga ik hier weer op mijn onderdruk zetten. Ja, want je mocht die blijkbaar binnenkort niet meer parkeren. Voor een tijdje. Kijk maar. Voilà. Maar nu mocht ik hier nog wel blijven staan. Dat is wel mooi. Dimitri, vergeet niet dat ik mijn portefeuille op mijn auto heb gelegd. Want dat is ook al eens een keer gebeurd. Dat ik ben vertrokken. En mijn portefeuille lag nog op de auto. Nu. Richting terug naar mijn thuis toe. Even een klein tutje nog doen. Van een uur of 1, 2. Kijk om hoe laat dat ik ook nog naar de kinesist moet gaan. Oh. Dat mag af. Power on. Dank u. We are safe. Ja, dat was dus David Guetta. En dus ja, nu ga ik dus richting terug naar mijn thuis toe. Even terug weer op mij neerleggen. Voilà. Even kijken als er iemand vertrekt. Nee, oké. Let's go. En dan ga ik nu even terug richting mijn thuis toe. Dan gaan we mijn vlog nog eerst in de kamer steken. En dan even een dutje doen. Ik vind het nog altijd gaaf dat België heeft gewonnen. Toppie, echt waar. Hoppa. Allee, ik ga even zo terug wat muziek luisteren. En dan veilig en wel op de baan letten. En dan nog thuis aankomen. Kijkers, ik ben weer op veilig en wel thuis aangekomen. Ik ga nog een keer in mijn brievenbus kijken. En ze mogen in mijn auto inbreken voor mijn portefeuille. Er zit toch niks op. Hier. Voilà. Toe. Dan nog een keer in mijn brievenbus kijken. Ken ik niet.
En ik ben echt moe op. Dan vlog nog in elkaar steken. Go, 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 go. Ik ga wel de lift nemen. Want ik voel mijn benen bijna niet meer. Dan ga ik na mijn vlog heel eventjes leggen. En dan... dus mag ik terug? Nee, dat de lift helemaal bovenaan stond. Heel strange. Allee, ik zie jullie allemaal straks. Ik was terug in slaap gevallen. Ik heb een dutje gedaan. Dat hebben jullie ook gehoord dat ik dat ook ging doen. Het gaat gewoon echt niet goed, hè. Ik slaap redelijk veel. Ik weet niet hoe dat komt. Ik kom het door die tekenbeet. Ik heb bloed laten trekken. Ik hoop dat ik daar morgen echt al uitslag van ga hebben. Bij deze. Ik ga me nu klaarmaken voor richting, naar de kinesist te gaan. Want ik moet er naartoe gaan om, twee uur heb ik daar een afspraak. Je ziet het ook dat het voor mij wat moeilijker is ook om te babbelen. Ik ben gewoon tot op. Ik ben gewoon echt tot op. Ik ga nog even gewoon mondspoeling doen. Voilà. Mijn mondje is gespoeld. Dit pak ik mee. Alcoholgel. En ook natuurlijk. Kijk, nog eens een zuivere mondmasker meenemen. Ik ga alle mondmaskers dus wat in mijn auto ligt, toch ook wel eens vrijmaken. Ik ga nog eens heel snel kijken als er nog iets gezegd is geweest op Discord. Nee. En ik heb een haar in mijn mond van mijn schat. En mijn schat is er niet. Oké, de vlog staat ook in de upload. Dit duurt nog 11 minuten, daar ga ik dus niet meer op wachten. Ik ga nog gauw eens kijken als er iets al, als mijn briskes heeft gezien. Mijn schat, nee. Ik heb de planning ook doorgestuurd naar mijn schat, wat er op de planning staat. Dat is, ik ga het even ook voor jullie voorlezen. Dus vandaag heb ik al sowieso al één agendapunt al achter de rug. Dat is naar de dokter gaan. Om 10 uur was dat geweest. Dus om 2 uur de kinesist. 4:15 vertrek ik hier, bij mijn thuis op mijn appartement terug, richting mijn ouders. Van mijn ouders ga ik richting Bea. Van Bea ga ik richting naar haar mama toe. Daar gaan eten. En dan zit de dag daar weer al zo goed als op. Ik weet niet waar ik de laatste tijd toe slapen. En dat is ook niet goed. Mensen, zoveel slapen. Ik begin een klein beetje beu te worden. Maar daar kan ik toch niks aan doen. Voilà, ik ga eens vertrekken. Ik ga met de lift. Lift open nu. Dank u. Lift sluit nu. Dank u.
Lift gaat nu naar onder. Dank u. Lift deur gaat terug open. En ik kan er terug uit. Ja, daar is volgende. Dat is niet te slecht. En nu op naar de kinesist. Toch is de laatste check-up doen van mijn brievenbus van vandaag. Mijn 9 van de 10 kansen ligt er nog altijd niks in. Ik kijk regelmatig naar mijn brievenbus toe. Daar vinden jullie dat ook. Dus als er van mij al of zo aankomt, dan zie ik dat ook wel direct in mijn brievenbus liggen. En dan doe ik die ook wel tijdig open. Nog eerst op het knopje drukken, Dimitri. En ik dacht dat ik iets hoorde. Toch niet. Stil buiten en het is heel goed buiten trouwens, dat eerlijk toegeven. En ik ga je één ding zeggen, het zit één moment kapje, twee, drie, vier, die gaan allemaal de vuilbak in. Deze is de zuivere, die hang ik nu rond mijn knuppel van mijn auto. Ik die altijd bij heb. Ja, dan ziet je mensen hoe moe dat ik ook ben. Dat is toch niet meer normaal. En voilà. En ik hoop dat ik ook redelijk rap geld heb voor mijn benzine. Ik moet nog veel rijden. Dus dan moet ik nog wel eens vragen voor te kunnen storten. Maar ja, dat ga ik dan zelfs wel doen. Als ik bij de kinesist ben, ga ik eens even een berichtje sturen naar mijn papa toe. Voor daar nog eens wat geld te kunnen storten. Dat ik nog eens kan gaan tanken. Allee, 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 allee. Je had voorrang met gele kruis. Hup, hup, hup. En daar zijn ze ook nog altijd heel goed aan het werken. Daar stond een huis dus volledig recht op één dag tijd. Dat zei ik u. Dus ja, met de houten platen. Dus nu zijn ze nog de afwerking daar wel bezig. Dat duurt weer al wat langer. Maar die huis stond gewoon recht op één dag tijd en dat vond ik wel geweldig. De witte gele kruis gaat tennissen. Toppie. Moet ook gebeuren. Maar, en ik naar de kinesist. Moet ook gebeuren. En dan draait de witte gele kruis weer. Kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel. Ik weet niet wat die allemaal van plan is. Wat is deze hier van plan? Die houdt heel het verkeer op. Oké, dat wist ik dus niet dat die de hele verkeer wou ophouden. En ook weer al veel fietsers buiten. Dat moet ik ook wel eerlijk toegeven. Ik ga verder concentreren op de baan. En dan zie ik jullie allemaal. Ja mensen, sorry dat ik zo weinig heb gefilmd vandaag. Ik ken nu nog een uurtje met de fans even bezig zijn met Scribble of zoiets. Ik weet niet hoe dat juist noemt. Met dat spelletje. Maar ik ga proberen wel niet zoveel lawaai te maken. Want, ik ga eens even kijken. Een onderbuurvrouw. Ik zie er geen licht meer aan. Dus het kan zijn dat hij al aan het slapen is. Ik dank je wel om weer al een deel uit te maken van mijn leven. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het dingelingelingelingeling te drukken. Jawel. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Joe.